dat is heel knap wat die mannen doen, zeven man daar voorop. En we gaan eens even kijken wat de heer Roem de Lange, die daar vol zit te gaan in gezelschap van Ronald Kopp, laatste man Marcel Gerritsen. Het is bij Broekhuizen en Pijstoel. Zijn er nog meer mannen die aan het peloton weg weten te geraken? Maar ja, daar zijn de twee en daarachter Henk Koning. En de man eronder nummer 45 die de lijn is, Robert Hofman. We zien dat van de lijn op weg naar voren is en hier passeert de groep. Dat laatste man onder nummer 52, Gert-Jan Blokman. Tonden voor Vosman en Boekhout. En dan gaan we de peloton nog helemaal de vel geven voor de laatste ronde. Er zijn inmiddels al 22 man geparteerd. Ik zeg het over om te beginnen bij Van der Leijn, Van den Berg. Deze mannen krijgen allemaal de vel voor de laatste ronde, heren. Ja, deze droom kort achterin zit de kopgroep, maar kruimden de mannen toch goed door kunnen, maar dan komen ze al. Ja, maar het aanzien we zijn, die jongens, wat vragen gaan de mannen door. En we krijgen nog sprint hier op de meet. Even kijken, is dat er een Fanta Riemelaarbare? Ja, jawel, dat is er ook een goede Ben van Leijen, John Bulls, Jan Spijker, Frank Rijkoff, Evert van der Pool, Peter Rudd. Een grote groep er nu uit gaan halen in verband met oversteken. We hebben natuurlijk niet zoveel auto's in voorraad. En we gaan dus... Ja, dan hebben we zeven man gepasseerd. Dan krijgen we hier de achtste en de negende. Die gaan ook natuurlijk door. Die mannen moeten nog altijd 13 ronden die bij Broekhuizen. En Thijs en Stoel. En ook deze mannen moeten nog altijd 13 ronden koersen. Met Richard Beumer. Met Roel de Lange. En dan gaan we kijken. Die, ja, dat is van haar Span van der Leijn. Daar hebben we Chris Roos en deze mannen. Ja, jongens, maak ruimte. Kopgroep komt eraan, zodat ze goed kunnen passeren. Maar alsjeblieft de ruimte, heren. Komt de kopgroep, maak de ruimte, jongens. Hier is de kopgroep nou. 12 ronden nog te koersen daar met Johnny Broos van Rijkhoff en Arno van Boeijer van de Poel, Peter de Vos, Ben van Leijen, Jan Spijker. De wagen van de BNU. Nou, we gaan eens even kijken. Zou het spel in die kopgroep op de wagen? Zou er iemand daaraan demereren? We moeten kijken. Jongens, 8 ronden nog te gaan. Frank Rijkhoff leidt. Frank die de laatste tijd steeds beter begint te rijden, die Frank Rijkhoff. Dat is nog in de stroom en de regen daar in Putten een prachtige derde plaats in de wacht gesleept. Frank die ooit op de ronde van de Catalaanse kust is te winnen. Wel, die zit er ook in die kopgroep. Het zijn allemaal kleppers, hè? Als je die aan nog een boeien neemt ook. Zo'n manneke daar ook in de Catalaanse kust. Weer en Roel de Lange.
rende. Pas op voor die laar, jongens, we lopen de buis in de laatste rende. Met een meer Thomas in de deur. Peter de Vos, Demmerheer. Jan Spijker in het weer. Laatste rende is ingegaan. Over de laatste rende van Spijker ervoor. Ja, die raakt weg. Zeg knap werk. Richard Burn, laatste rende in de kruis. De laatste rond. Ik meen dat die mannen goed, want we krijgen achter de eerste groep ook nog een tweede groep. Dus ruimte maken daar voorbij de streep. Niet midden op de weg gaan staan, terug alsjeblieft. En voor de streep, iedereen de wagen van de BDU vooraan. En er is een enige rover opgeraakt. Dan gaan we even kijken. En die gaat het halen, jongen van Inkers. Het is Arno van Boer. Tweede overwinning houdt hier. Arno van Boer, die van Ben van Leijen. Jan Broos, Jan Rijkhoff, Jan Spijker, Peter de Vos, Evert van der Poel. Alsjeblieft. En dan komt Richard Beumer. Ja, dan gaat de klasse voldoen. Spijker, Boer, Richard Beumer. En dan was toch Gertsen. Marcel Gerritsen, Thijs Toel, Remke, Stadman, Ron de Lange, Ron Boyenweert. Ja, zo komen de mannen hier helemaal over de streep. En de laatste wacht vorige week, Arno. Wij waren hier als heel erg goed. En we draaien vorig jaar. En zo moeten wij rijden in dit jaar. En ik ga er niet bij. En ik heb net van mij een toerist gedaan. Ik heb wat op mijn fietsen. Je hebt alleen maar een kruisgrussel vanavond. Ja, dat doet toch helemaal niet. Iemand wilde dat doen, het wordt wel gedemereerd. Is er nog voorgedemereerd in de finale? Ja, 400 eind is voorgedemereerd, maar een lastige renner in de groep. Want die Jan Spijker, ja, wil niet even mee. Ja, hij bekend, hè, over de rechtse van Nederland. Ja, die blijft in, ik denk, zo een mars kunnen lopen. Dus ik denk, waar is de wiel? Maar ik trok hem al in voor de bocht. Het is dus zo'n kort gebeurd en ja, ze kwamen er niet meer overheen. Goed zo, gefeliciteerd. Ik krijg hier nog ook Jan Broos om naar de derde streep, Jan. Ook weer een derde jongen van de Nederlandse kunststoffers Oesterburg. En dat de man die hier komt en die van de organiserende vereniging is, Amersfoort Vulkanen, Ben van Leijen, die heeft in Heteren gewonnen. Ben is er nog wat bijgekomen na Heteren. Nee, en we dragen hier een tweede, hier heel erg kort bij. Ja, oké. Je was bijzonder actief ook in het begin van de koers en de vlucht was daar van die week, hè? Ja. Komt het dan in de schoenen, denk je? Ik heb echt iets gehoord van John Broers en die is nog op zijn oude schoenen. Ja, John die, ja, hij kan ze echt verkopen. Hoor niet in de schoenen, maar ik ben in de zomer in mijn van schoenen veranderen. Dat kan toch, hè? Ja, ik ben best wel. Nou, ik heb een nieuwe man schoenen. Nee, hoor. Klopt zo, maar het ging nog even met de schoenen. En die mannen rijden morgen avond natuurlijk weer in de ronde van Zeist. Johnny rijdt in Haafden en dan rijdt in Zeist. In Zeist en zaterdag rijd je in? Weet ik nog eens. Weet ik nog eens. Rijd je bij jou, Jan, in Oordenaar? Nee. Johnny rijdt in Oordenaar? Nee. Ik dacht wel dat hij ook in Oordenaar rijdt. Goed zo. Nou, we gaan het niet al te lang maken, want onze Avine. Ja, als voorste meisje van de heren, dus je weet het hè, heb je wat goed wil maken met je vrouw, Lulle van Westland. Jongens, kunnen we op het podium, Avine zal weer in toekomen, en de heren fotografen, komt het allemaal natuurlijk op de video, hier op de kabel, en wethouder, lokaal burgemeester, en wethouder Peter Dirksen. Deze mooie prijs, zetten we je gast, en vaak meer. Hartstikke gefeliciteerd. Voilà, dames en heren, daar staan ze dan met z'n drieën, de vrienden omhoog. En de vrienden, ja. Vrienden, we krijgen het door van een heel stokje drinken. Van deze tonen doorsluitser, de AA Brink. Maakt dat weer voortreffelijk. En nog even lachen, en al die mensen met die videocamera. Dik voor elkaar. Goed, ik kom thuis. We zien elkaar morgen. Hij is heel driftig in het schrijven. Ik krijg het zo van ons door.